Hey allemaal, welkom terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Riot Sivai en leuk jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag gaan we weer de Sims 4 spelen, zoals jullie zien. Ik heb nog niet naar jullie reacties kunnen zien, want ik neem deze video eigenlijk op net na de vorige video. Maar zoals jullie kunnen zien, ik heb hier leuke vijvertjes geplaatst. Een soort van, het lijkt een beetje eerder op een zwembad, door deze dikte. Maar ik vind het best wel gezellig, zoals jullie zien. Ik heb van die kleine waterspuitjes, jullie weten wat ik bedoel. Ik heb dit geplaatst. Het is heel rustgevend, want het is niet echt van die sproei, watersproeiers zijn het niet eens. Maar het gaat echt heel rustig naar elkaar. En ik heb nog wat van die blaadjes geplaatst. Zeeuur precies, een soort van. Heel gezellig. En wat van die zuilen met dit hier. Zoals ik zei in de vorige aflevering, als jullie het niet mooi vinden, wordt de zuilen of alles van dit of iets moet veranderd worden. Laat me alsjeblieft weten in de comments. Want ik ben een beetje van aan het proberen. Zoals ik zei, ik wil gewoon een beetje van alles in mijn huis nieuw hebben. Omdat er niet meer echt veel moet veranderd worden. Dus als jullie dit mooi vinden, zeg maar gewoon dat jullie het mooi vinden. Zo niet, laat me dat weten of wat er weg moet. Ik vind het best gezellig. Wat ik eigenlijk wou nog doen, is een dakje misschien plaatsen. Ik wil het heel gezellig hebben. Het is terug een beetje school. En ik wil dat het, dan wordt het wat kouder. En ik wil dat allemaal zo knus hebben. Het huis moet heel knus en gezellig worden. Want ik ben ook aan het wachten op de Sims 4 seizoenen. Dat het dan weer slecht weer kan zijn. Of goed weer of koud. Ik heb eigenlijk nooit seizoenen gehad. Maar ik heb gezien dat dat heel tof is. En dan wil ik het huis heel cozy hebben. Dus vandaag gaan we weer verder. Sorry voor mijn lange uitleg. Maar bedankt om weer te kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Duizend likes, dat is super tof. Vergeet ook al niet te abonneren op mijn kanaal als jullie nieuw zijn of dat nog niet gedaan hebben. Vandaag gaan we dus verder. Dus ik heb dat eigenlijk een beetje gedaan gisteren. Zoals jullie kunnen zien, mijn sim is heel heel dik. Ik ga even in de douche. Nee, ik moet niet naar de douche. Ja, misschien wel, want ik ben gespannen. Dus neem maar een bubbelbad. In bubbelbad gaan. Mijn buik is super dik, zoals jullie kunnen zien. Ik ga even in de bubbelbad. Ik ga dan even mij proberen te kalmeren. En mijn tanden poetsen. Dan voel ik me ook wel beter. Wat Job kan doen, is hij is op de computer. Nee, dat gaan we niet doen. Angelina is aan het slapen. Heeft Angelina wat hulp nodig? Ze moet naar de wc, dus zij ga ik even naar de wc laten gaan. In potje gaan. Kan Angelina al spelen? Wat is dat? Nee, dat is nog te jong voor. Ik denk dat ik deze aflevering wel ga bevallen, denk ik. Ik heb geen idee of misschien volgende aflevering. Het is wel spannend natuurlijk altijd. Hier lukt eigenlijk ook nog wat plaats, want dit is de bovenste verdieping, zoals jullie kunnen zien. Dit is ook fitness. Hier kan ik nog niet sporten. Job kan het eigenlijk wel doen. En hier wordt Angelina haar kamer. Mensen dachten dat dat voor volwassenen is. Dit ga ik eventueel als logeerkamer gebruiken, maar ik ga dit eerder voor Angelina gebruiken als ze volwassenen wordt en wordt ze een vriendje. Dat ze hier kan slapen, want dan heeft ze haar bed, heeft ze twee persoonskamer. En dan heeft ze hier een tablet dat ze op het internet wilt, een lampje en dan nog plaats genoeg voor haar huiswerk. Want anders gaat ze haar huiswerk heel tot beneden maken. Ze moet dat gewoon in haar eigen kamer maken. Dit wordt misschien een tweede kamer dan voor wordt de tweede baby die later volwassenen wordt. Want ik wil wel iedereen een aparte kamer heeft, best wel logisch. En hier ja, had ik gezegd dat ik eventueel een dierenkamer wil maken. Maar ja, dat komt pas 10 november uit. En dan zijn we nog even wel 2 maanden bezig. En wie weet, woon ik hier niet meer binnen 2 maanden. En heb ik al een nieuw huis gemaakt of I don't know. Dus ik ga het gewoon even houden als tweede kamer. Trouwens, ook al zou ik verhuizen. En ik weet dat niet iedereen dat zou willen. Dan zorg ik gewoon dat alles in het huis blijft. Zodat ik dan weer eens wil verhuizen. Dan heb ik alles nog. Dus ja, ik vind het heel gezellig, mijn huisje, zoals jullie kunnen zien. Alles super gezellig. Angelina is terug gaan slapen, neem ik aan. Nee, ze is verdrietig. Ik ga even met Angelina's... Nee, Job mag met Angelina gaan spelen. Want ze is heel verdrietig, want ze is natuurlijk aanhankelijk. We gaan haar in een bubbelbad doen. Want zij heeft, haar hygiëne is niet echt meer to the limit. En wat gaan we nog doen? We kunnen haar een peuterboek laten lezen. Een peuterboek mag ze lezen. Of ja, we gaan lezen dan toch. Peutercontrole ook. En dan kunnen we voorlezen voor het slapen gaan. Want om deze tijd moet ze niet echt wakker blijven. Jij moet niks met Angelina doen.
Ik kan niks meer van sporten, want ik ben te zwanger ervoor, hè. Ja, even kijken. Ik ga, mensen zeiden ook, sorry, je gaat nooit naar je werk en kun je beter ontslag nemen. Ik weet het, jongens, maar als ik dan eens een keer naar mijn werk wil gaan, is mijn niveau, zeg maar, op mijn werk hoger. En dan is het ook eens leuk om te spelen. Anders, als ik nu ontslag neem en ik wil terug gaan werken, moet ik vanaf nul beginnen. Dus daarom, dat ik dat doe. Even kijken, ik zie ook dat mijn Sims een beetje is ingezoomd. Ik hoop niet dat ik daar last van heb, dat jullie daar last van hebben gehad in de vorige aflevering. Want dat is anders wel heel irritant natuurlijk. Even kijken. Oeps, sorry. Er gebeurt van alles. Zoals jullie zien in de Sims. Ja, jullie zien best wel veel. Alleen mijn ballen niet. Sorry als dat gebeurd is in de vorige aflevering. Ik zag ook heel veel mensen die zeiden van Soraya... er zijn dingen fout gaan in de Sims. Sorry dat ik er nu even aan het doen ben. Ik maak het iets kleiner voor jullie. Oeps. Totaal niet voorbereid, zoals gewoonlijk. Zo. Oké. Oké, voilà, we zijn terug in de Sims. Sommige mensen zeiden ook dat ik niet op volger bezig was. Maar soms maak ik blijkbaar fouten. Ik zorg gewoon dat ik altijd mijn Sims vanaf 25, 26, 27 ga. Maar soms inderdaad gebeuren er fouten. Dus sorry daarvoor dat dat gebeurd is. Maar goed, we gaan weer verder met de Sims. Ik hoop dat het nu gewoon goed gebeurt. Ik ga weer bekijken. Ik snap niet waarom ze altijd bekijken doen. Kan ik iets doen met de baby? Wordt het speelgoed kopen? Ah, je kunt speelgoed kopen. Oh, dus er zit nu op dit moment niks in. En vanaf er speelgoed in zit, zit het er allemaal in. En dan kunnen ze daarmee spelen. Dus ik kan het allemaal gewoon kopen. Ah, in bezit. Ah, oh, één in bezit. Ja, oké. Okay. Ik ga gewoon alles kopen. Ja, in bezit natuurlijk, is omdat wij dan bijvoorbeeld dat op de kast hebben staan. Maar ik wil gewoon alles erin hebben, dat ze er wel mee kan spelen. Zo. Dan is er van alles om te spelen natuurlijk. Popjes ook, voilà. Zie, nu zit alles in de kist natuurlijk. En dan kan zij gewoon spelen. Wat ik nu ga doen is, ik heb honger, dus ik ga eerst nog eten. Ik denk dat ik nog wat eten heb. Ik had spaghetti gisteren gemaakt, als die nog goed is. Is die nog goed? Die is normaal. Ik ga gewoon vers eten maken. Vers is altijd beter. Dus als Angelina honger heeft, dan heeft ze wel tenminste vers eten. Ik had ook de vorige aflevering boeken gelezen. Boek om, zeg maar, de vaardigheden van koken te leren. En ik heb van alles al unlocked, zoals jullie zien. Ik ga even nu vis met patat eten. Lekker. Ik ga hoeveel? Ja, ik ga gewoon voor 8 doen. Dat is beter gewoon als iemand honger heeft. Angelina is in bad nu, zoals jullie kunnen zien. En daarna moet ze gaan slapen. Want hij gaat haar voorlezen voor het slapen gaat, toch? Ja. Dus Angelina is in de douche, alleen in bad. Ik ben aan het opruimen. En ga wat eten maken. Ik denk echt dat ik deze aflevering ga bevallen. Ik heb echt geen idee. Oké. Dat is nu in de vuilbak gegaan. Ik vind het echt zo cool dat jij gewoon, dat alles gewoon verdwijnt. Je moet er echt niks meer bij doen. Misschien kan ik morgen ook gaan zwemmen. In ons zwembad. De planten zien er goed uit. Want we hebben natuurlijk nu een persoon die voor onze planten zorgt dagelijks. Dit is ook vuil. Dus die plant moet weg eigenlijk. Oh, deze plant heeft geen onkruid. Maar waarom stinkt het dan? Want deze plant ziet er wel goed uit, maar je ziet hier zo'n rook vanuit komen. Dan is dat toch van deze plant? Blijkbaar niet dus. Dan gaan we van die zaadjes nog kopen voor bloemen te maken. Wordt startvruchten, startkruiden en startgroenten en startbloemen. We gaan gewoon alles kopen, voilà. Dan kunnen we allemaal plantjes maken en groenten en vruchten. Voilà, ik ben aan het koken. Hup, wat had ik gemaakt? Ik had vis met patat gemaakt, oké. Okay. Die kan ik gewoon hier zetten, op tafel. Dan kan iedereen er gewoon van eten, als ze honger hebben. Zo. Ziet er best wel lekker uit. Ja, vis en patat en ketchup. Zo, Angelina is aan het slapen. Oké, ze zijn aan het rollen precies. Aan het kletsen, oké. Okay. Wat is dit? Oh, geliefd door een peuter in bed te doen. Oké. Voor de rest... Jij moet nog douchen, want je bent vuil. Is niet doorgespoeld, zie ik weer al. En dan gaat iedereen slapen. Het is 2 uur in de nacht. Dus dan is het best wel even tijd om te gaan slapen. Ik wil hier eigenlijk gewoon in de gang neerzetten. Ik heb hier wel een plantje gezet, maar ik wil het nog gezelliger maken. Ik weet niet direct alleen wat ik kan plaatsen. Want ja, het moet niet te druk worden.
Ik ga eens kijken of ik misschien nog iets vind in de winkel, noem ik dat. In de voorwerpruimte, of ja, hoe ze dat je noemen. Even de muur omhoog. Kan ik misschien nog iets leuks plaatsen? Misschien wat posters of een foto. Dat is gezellig. Even zien. Bijvoorbeeld een landkoraantuin of zoiets staat erop. Koraaltuin, sorry. Zo. Kan ik hier plaatsen? Dit is best wel mooi. Of hier, dat is mooi in het midden van de twee deuren. Het ziet er gezellig uit. Zie, dat is wel gezellig. Met een leuke foto. En maar hier vind ik het zo leeg. Maar ik kan niet echt veel plaatsen. Misschien nog een tapijt. Maar ja, of een spiegel? Nee, niet in de gang natuurlijk. Hè. Wat kan ik hier plaatsen, jongens? Want ik wil iets gezelligs plaatsen. Maar ik vind het dan misschien te snel druk worden. Misschien zoiets van een lamp? Of ook niet? Oké, ik ga het gewoon doen. En als ik het niet meer mooi vind, kan ik natuurlijk nog altijd veranderen. Heel veel mensen willen ook dat ik ophangende lampen doe. Want dat brengt veel meer licht op, blijkbaar. En inderdaad, dat is wel waar. Dan ga ik maar hier eentje zetten, zeker. Dat vind ik wel best oké. Maar ik vind het gewoon irritant, want dan stoort u dat. Dat staat meestal in de weg, vind ik persoonlijk. Ik weet niet. Ik ga het even laten, als het mij irriteert, ga ik het weghalen. En hier is een lamp ineens ook verdwenen, dus die ga ik opnieuw zetten. Zo. Voor de rest is dit wel gezellig. Misschien kunnen we morgen zwemmen en barbecuen, want we hebben toch een barbecue op mijn zwembad. Dus dat is best wel gezellig. Ik ben aan het eten en Anna is een boek aan het lezen. Vredelust spelen of zoiets. Oké. Die moet ook even een beetje bevriend worden. Vraag om in te trekken. Nee, gaan we zeker niet doen. Ah ja, de balk is wel heel goed. Dat is wel mooi. We zijn wel goed bevriend. We kunnen ook beste vriendinnen worden. Dat kan ook. Zo. Ik ben die vis aan het eten nog. Ik moet ook heel nodig naar de wc. Dus dan gaan we dat ook doen. Even kijken. Ik hier even naar de wc gaan. En wat nog? En dan, ja, eigenlijk, ja, ik ben ook moe. Ik dacht al dat ik niet moe was. Oké. Okay. Dan kan ik gaan slapen. Dan kunnen we morgen even misschien wat mensen uitnodigen. En kunnen we gewoon een leuk feestje houden. En met zwembad en dan, hè. Alleen hier staat een barbecue eigenlijk. Maar het kan wel. Zo. En eentje naar beneden. Dus het kan wel eens, jongens. Het is wel gezellig. Misschien moeten we ook muziek hebben voor buiten. Maar dat kan ik morgen nog doen. Oké, nu moet iedereen gewoon gaan slapen. Zo. Voor de rest zit iedereen te slapen? Ja. Ik vind deze fontein eigenlijk wel mooi. Alleen ik weet niet over die zuilen. Ik wil eigenlijk een brugje plaatsen. Dat daar onder de vijver voort kon gaan. Want dat zou gezellig zijn. Ik vind het ook leuk als ze dit hebben gedaan bij de straat. Met die plantjes. Even zien. Deze plantje vind ik ook wel mooi. Misschien nog meer bomen plaatsen. Ik weet het echt niet wat ik nog moet doen. Ik heb nog heel grote ruimte, zoals jullie kunnen zien. Waar ik nog eigenlijk niks heb staan. En misschien nog wat buren maken. We hebben hier ook een soort van... Oh, kijk hoe leuk. Ze hebben hier een olifant. Zo'n mooie olifant in van plantjes gemaakt. Dat is wel mooi. Dat is wel gezellig. Iemand heeft... Is dat mijn boek nu? Huiswerk. Huiswerk doen is belangrijk. Dat is niet van mij. Ik kan het opbergen. Ik kan het opbergen. Oh, nee. Zien jullie het, jongens? Zien jullie het? Het is tijd, zoals ik zei. Kan ik eigenlijk niet gaan slapen als dat gebeurt? Nee, hè? Ja. Dan gaan we naar het ziekenhuis maar. Eerst de outfit wijzigen, want ik zit letterlijk weer in slaapkleding. Oké. Okay. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Baby in het ziekenhuis krijgen. Even alleen sturen, want het is midden in de nacht. Het is 4 uur in de nacht. Zo. Hup. Lopen, 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 lopen. Kijk, en hier is Chanel. We hebben een soort van Chanelleke op de open haard staan. Natuurlijk wel van glas, maar ik vond het wel mooi, want je hebt nog nu geen dieren in de Sims, dus ik dacht van, dat is wel gezellig. Oké, lopen, lopen, lopen. En dan komt een tram. Oh, nu nog niet. Wacht even, nu toch niet. Huh? Wacht even, ik moet naar het ziekenhuis gaan. Oh!
Tuurlijk, er stond meegaan of alleen laten sturen. Dat, ik iemand, dat ze vroegen, wil je iemand meepakken of wil je alleen gaan? Oké, dan wachten we hier maar. Oké, dan moet ik eigenlijk nog een bedje plaatsen, maar ja, we weten nog niet. Voor de rest slaapt iedereen. Oké, wie heeft er honger? Oké, het is een meisje. Oké, ik ken eigenlijk weer geen namen. Ik ga eens kijken, we kunnen op de dobbelsteen doen voor een willekeurige naam. Ik ga even kijken, Charlotte? Nee. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik doe Bibi. Vind ik wel mooi. Vind je dat mooi? Ik hoop het wel. Ik kan eigenlijk in principe veranderen bij outfit wijzigen, dan kun je dat normaal. Ik kies Bibi. Oké. Hier ben ik. En... waar is ze? Oh, ze is daarin geplaatst. Oké, we hebben Bibi en Angelina. Even kijken. Ik kan eten uit inventaris geven. Is ze honger dan? Nee. Oké. Waar ben ik? Kom naar boven. Kijk, onrealistisch. Hè? Je bent echt helemaal dun. Ik ben helemaal moe. Ik moet rust nemen. Anders, wat gebeurt er? Wordt uitgeput over 7, 6, 5. Oké, en ze slaapt. Oké, iedereen slaapt nu eigenlijk. Dus ik denk dat ik het ook ga afsluiten bij deze aflevering. Als jullie meer Sims willen zien op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog. Laat me weten of jullie de zuilen mooi vinden of niet. Of jullie willen dat ik deze hou. Of dat ik alles weg moet doen. Of dat ik iets moet wegdoen. Laat me weten dat jullie de naam mooi vinden. Laat me weten wat ik nog moet veranderen aan mijn huis. En laat me ook weten wat ik in de volgende aflevering moet doen. Moet ik terug naar mijn werk gaan? In mijn eigen winkel, zeg maar. Of moet ik in huis blijven? Of moet ik naar het park gaan? Of moet ik eerder mensen laten wonen in mijn stad? Want eigenlijk wonen we bijna alleen, als je denkt. Want hier is een parkje. Hier woont niemand. Hier woont niemand. En voor de rest zijn dat van die huizen waar je natuurlijk niks bij kunt doen. Ook kun je hierop klikken? Nee. Oké. Ik hoop dat je het leuk vindt. Kunnen we eigenlijk nog vissen? Ga niet meer in de Sims, denk ik. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe zeker een duimpje omhoog. 1000 likes, dat is super tof. Zij vergeet ook niet te abonneren als jullie nieuw zijn of dat nog niet gedaan hebben. En dan ben ik er morgen weer met een nieuwe video.